Evvelki de kaldı, evvel. Ya ya ya. Evvelki de burada yattı. Goedemorgen vanuit Cappadocië. Ik heb 2 nachtjes verbleven in dit hotelletje, Royal Stonehouses. Het is ook van hieruit dat ik een ballonvaart gemaakt heb. Eens even kijken wat het plan is voor vandaag. Daarvoor hebben we de kaart even nodig. We zijn nu in Goreme. Dat ligt zo'n beetje in het midden van Turkije. En om verder te gaan met ons pad moet ik de kaart omdraaien. Want het is vanuit Goreme dat we nog meer oostwaarts gaan richting Malatya. Om daarna naar het noordoosten te gaan. Wat het plan daarna is, weet ik nog niet echt. Maar oorspronkelijk wou ik naar Iran gaan. Maar daarvoor heb ik geen uitnodiging gekregen. Omdat ik een probleem had met timing, kon dat niet goed vastleggen. Maar men zegt in elk geval dat het noordoosten en het noorden van Turkije bijzonder mooi moet zijn. Dus dat gaan we dan ook verkennen. Goed, laten we ons pad verder zetten. Zo, we verlaten Cappadocië en we hebben een laatste vlucht op de mooie rotsformatie. Ik blijf onder de indruk van dit prachtige natuurwonder. En ik begrijp dus zeer goed dat het op de werelderfgoedlijst staat van de UNESCO. Ja, ik verlaat nu Goreme. Dat ik ze hier uitspreken. En eigenlijk, het is waar, dat is één groot openluchtmuseum. Bokrijk in het groot. Toch prachtig allemaal, hè? Eén groot natuurwonder. We zouden naar Avanos kunnen rijden, maar dat gaan we niet doen. Want er is ook een Avanos in Heusden. Dus we gaan gewoon ons pad verder zetten. Richting Zwarte Zee. Het blijft fascinerend. Ik blijf het altijd fascinerend vinden dat als je zo van de bergen afkomt en je ziet dan plots duikt er dan zo'n grote weidse vlakte voor je op. Dat vind ik altijd indrukwekkend en die vlakte is dan gevuld met landbouw, hè. Fascinerend. En daar rond allemaal bergen. Dat is toch iets, hè. Die beestjes die zijn continu op zoek naar eten. En ik heb de indruk dat het allemaal van hetzelfde soort is. Allemaal zo'n beetje wit. Alhoewel,
daar achterin, ik weet niet of je het ziet, komt een soort hyena op mij af. Kijk eens. Grote beesten, zo leuk. Amai. Je zou daar toch bang van krijgen. Hè? Goed passen, hè. Dat is toch maar een triestig leven. En dit is het merk, hè. De Renault. We rijden hier wat rond. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het schuim van de olie staat op de weg en dat maakt het toch gevaarlijk om te rijden. Je rijdt nu op 2000 meter hoogte hier in het gebergte richting Malatia en ik moet u zeggen, het is nat en het is koud. En door de mist zie ik eigenlijk niet dat dat hier een heel mooi landschap is, hè. Het is zo koud, het regent pijpen stelen, dat ik ben moeten gaan schuilen, want het was niet meer te doen. Ik ben nogthans door een prachtige berg gereden, maar door de mist en de regen was daar niet veel van te zien. Ik kon dat eigenlijk ook niet echt filmen. Ik heb misschien gefilmd, maar dat beeldmateriaal zal niet bruikbaar zijn. Maar kijk maar. Nu sta ik hier in die hangar. Een soort vieze bedoeling. Hier ga ik een tasje koffie maken. En een beetje opwarmen. Een klein trucje misschien. Als je natte handen hebt, is het heel moeilijk om in handschoenen te geraken. Maar bij de... In de naststations vind je dikwijls van die plastieke handschoenen. Als je die aandoet, en dan kun je vlot in je handschoenen geraken, zonder probleem. Voilà. En zo doen we dat. Maar dat wist jij natuurlijk ook, hè. Het is ondertussen gestopt met regenen en de wolken trekken ook stilletjes aan een beetje weg. En ik dacht dat ik gewoon in de wolken aan het rijden was, maar eigenlijk ben ik omringd door bergen. Ik weet niet of je het verschil kunt zien. Een stopplaatsje. Ik stel er niet veel van voor, want dat is eigenlijk maar wat vuiligheid bij elkaar, hè.
maar eens een boterham kunnen eten, hè. You like coffee? Coffee? No. Café? Ah, eh? Where is it? İnek. İnek? He, buna hep inek. Hmm. Çoy ha ha şu. Ya? Çak şak. Aaa. Çak şak. O en Yirmi. 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 Hmm. Oh. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Memleket İngiliz. İngiltere. Oha, ha, 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 dat is een koe die de verkeerde kant uitgaat. Toch sauer. Ja. Teşekkür. Teşekkür. Evvelki de kafe, evvel. Ya, ya, ya. Evvelki de kurda yattım. Valla. Ev var, ev. Bye. Oha. Oh. Hier is de weg, één grote modderpoel, daar is niet door te geraken, ik heb de banden daar niet voor, dus ik moet proberen een andere weg te vinden, maar dat gaat ook niet. Door de regen is dat allemaal onder water gelopen, en één slijk, dus ik raak hier niet door en dat is nog minstens 20 kilometer van deze weg, dat ga ik niet doen. We proberen terug te rijden. Dat ik me nog terug zie te geraken.
door de zware regenval was de onverharde bergpas veranderd in een modderstroom. Ik kon daar onmogelijk over, of toch tenminste, ik kon er niet over. Ik heb misschien het talent niet. En met gewone wegbanden was het niet te doen. Dus nu heb ik een omweg moeten maken, of ga ik een omweg maken, van meer dan 80 kilometer. Maar ja, dat hoort er ook bij, hè. Die grenzen aanvaarden. Maar ik heb in elk geval een stukje mooi geperkt. Oké, we gaan verder. Doorweekt en nat ben ik noodgedwongen moeten stoppen in Elbistan. Dat is een klein stadje, zo'n 100 kilometer voor Malatya. Omdat ik ook helemaal nat geworden was en ook doordrenkt van de kou. Maar de ochtend was nogthans mooi begonnen in het prachtige Cappadocië. Toen scheen de zon nog, maar even later in het gebergte trok de hemel alle sluizen open en was het echt wel moeilijk geworden om nog verder te rijden. Nochtans, ik heb 400 kilometer gereden, waarvan een 100 kilometer ben ik moeten terugrijden, omdat ik door een weg die helemaal weggespoeld was, ben moeten terugkomen. Ik ga mijn pad in elk geval verder zetten en dan zien we elkaar morgen opnieuw. Bedankt om te kijken. Dag.